Koninklijke Visio. Welkom bij deze video van Koninklijke Visio. Mijn naam is Peter van Tol en vandaag gaan we kijken naar de toegankelijkheidsfuncties binnen Android. Binnen Android zijn er veel verschillende apparaten met net allemaal verschillende instellingen. En de toegankelijkheidsinstellingen binnen de Android-apparaten zijn ook anders. Wij hebben hier drie apparaten. Links hebben we een Motorola-toestel. In het midden een Samsung-toestel en aan de rechterkant een HTC. En bij alle drie de toestellen gaan we kijken waar de toegankelijkheidsfuncties staan. Bij de Motorola in de instellingen moeten we naar beneden schuiven. En de derde van onder is toegankelijkheid, waar de verschillende toegankelijkheidsfuncties in staan. Op de Samsung moet ik ook een stuk naar beneden schuiven. En dan ziet het er net iets anders uit. En ook in de toegankelijkheid zijn er al wat andere indelingen. Dus de Samsung heeft bijvoorbeeld meerdere categorieën zoals zicht en gehoor, waar ze functies in indelen, wat de Motorola niet doet. En als laatste de HTC heeft ook een toegankelijkheidsinstelling. Die staat niet zo ver onderaan, maar halverwege het lijstje. En die heeft nog weer een andere indeling van toegankelijkheidsfuncties. We gaan een van deze toestellen wat verder alle toegankelijkheidsfuncties bekijken. Een aantal zitten in de meeste Android toestellen, zoals de mogelijkheden om letters groot te maken en te vergroten. Maar het kan dus zo zijn dat er kleine verschillen zitten in wat er mogelijk is op de telefoon. Met name oudere Android telefoons die niet meer bijgewerkt worden, zullen minder toegankelijkheidsfuncties hebben. We gaan nu in de toegankelijkheidsinstellingen van een Samsung Galaxy S7 verder kijken welke mogelijkheden daar beschikbaar zijn. Een aantal functies zitten er standaard in. In dit scherm van toegankelijkheid staat bovenin de categorie zicht. En dat is de categorie waar wij met name veel functies uithalen. Als ik deze aantik, dan begint hij bovenaan met de Voice Assistant. Dat is een uitgebreide functie die alles voorleest wat er op het scherm staat. Vergelijkbaar met VoiceOver van de iPhone. Dit is een erg uitgebreide functie en daar zullen we later nog een losse video van maken. Dus deze slaan we voor nu even over. Dan schrijven we naar beneden. Samsung heeft de optie om spraaklabels aan een speciaal tag, een soort klein apparaatje te hangen, zodat je met een gesproken commando bijvoorbeeld pakken kan markeren. En als je je telefoon er dan weer bij houdt, dan spreekt die uit wat er in het pak zit. Dit is iets heel specifieks van Samsung en zal in andere telefoons vaak niet beschikbaar zijn. En hier heb je dus ook weer extra apparatuur voor nodig om dit te laten werken. Een functie die in wel vrijwel alle apparaten beschikbaar is, is de functie lettertype en zoomniveau. Hiermee kan je aangeven dat u standaard grote letters wil hebben. Als ik die aantik, dan kan ik bovenin een vinkje aanzetten met grote lettertype. En dat geeft aan, hieronder staat een lijst met hoe groot de grootste lettertype is. En daar komen dan nog grotere lettertypes bij. Inzoomen op het scherm geeft voor een deel grotere letters weer. En tekstgrootte ook nog eens een keer. Het is altijd wel even kijken wat het effect is van deze instellingen. Omdat als de lettertypes heel erg groot staan, er veel dingen worden afgebroken. Zoals hier bijvoorbeeld lettertype en z... of hoogcontrole... Omdat de letters te groot zijn, passen ze niet meer op het beeld. Maar hier kan u dus kan je zelf instellen wat een prettige lettergrootte is. Daarnaast kan hier een standaard letterstijl gekozen worden. Normaal staat die op standaard, maar dat kan bijvoorbeeld ook op Gothic Bold. Dat betekent dat de letters wat vetter gedrukt zullen zijn. Wat soms wat prettiger leesbaar is, omdat de letters nog wel wat dun kunnen zijn. En ook wat andere lettertypes zijn daarin mogelijk. De volgende optie is
hoog contrast letters. Het woordje hoog contrast zelf is zwart, waardoor het goed leesbaar is. Maar de tekst daaronder, die is grijs. En door op hoog contrast tekst te tikken, zullen de grijze letters zwart worden. Nou, hij geeft aan dat door deze instelling aan te passen, omdat sommige letters dus iets anders worden, de telefoon net iets anders kan werken. Daar ben ik het mee eens, dus ik zeg toch gewoon inschakelen. En nu ziet u dat de grijze letters die hieronder grijs waren, nu zwart zijn geworden. Waardoor ze net wat makkelijker af te lezen kunnen zijn. De keus daaronder die valt ook een beetje weg, maar dat is het hoogcontrast toetsenbord. Standaard is het toetsenbord zoals u hieronder nu in het scherm zit. Dus een grijze achtergrond met witte toetsen en zwarte letters. En door het vinkje bovenaan aan te zetten en in te schakelen, krijg ik een zwarte achtergrond met gele toetsen en zwarte letters. Verder heb ik nog keus uit een zwarte achtergrond met zwarte toetsen en witte letters. Een grijze achtergrond met zwarte toetsen en gele letters. En als laatste een grijze achtergrond met blauwe toetsen en witte letters. Bij deze laatste is wel het contrast van de letter met de toets wel erg laag. Dus ik zet hem weer even terug op de eerste stand. Als u dit hier instelt, zijn alle toetsenborden door het hele apparaat dan vervangen door dit toetsenbord. Gaan we weer een stapje terug voor de volgende instelling. Knopvormen weergeven, die is aan te zetten. En die geeft in een beperkt aantal schermen weer een klein vierkantje over een knop om te laten zien dat het een knop is. Het is erg beperkt hoe vaak dit handig is. Dus dit zal niet echt heel veel voordeel opleveren. De volgende functie is venstervergrootglas. En deze functie laat een klein deel van het scherm vergroot zien, als een soort loepje. Dit is vaak een wat onhandige functie omdat je een groot deel van het beeld mist. Omdat je niet ziet wat er achter het loepje ligt. Je kan het loepje wel verplaatsen. Maar je hebt dus een deel klein en een deel groot. Waardoor je wat snel het overzicht verliest wat er op een pagina staat. Als ik een stap terug ga, is er ook een functie die heet vergroting. En deze die vergroot over het hele beeld. En deze zit ook standaard in Android, dus kan ook in veel andere apparaten gebruikt worden. Terwijl die andere functie vaak Samsung specifiek is. Als ik deze functie aanzet, hieronder staat een korte uitleg. In- en uitzoomen kan je doen door 3 keer met 1 vinger op het scherm te tikken. Dan kan ik met 2 vingers schuiven en met 2 vingers knijpen kan ik de grootte aanpassen. Dus als ik 1, 2, 3 keer op het scherm tik, zoomt hij in, kan ik knijpen om in en uit te zoomen. En met 2 vingers kan ik over het scherm vegen om de rest van het scherm te zien en om een stukje tekst te lezen. Dit kan bijvoorbeeld heel handig zijn om het batterijniveau te bekijken, omdat die normaal gesproken nogal klein is en ook niet makkelijk te vergroten is, maar met deze vergroting wel. Deze vergrotingsfunctie is beschikbaar in elke app. Overal waar u bent kan je deze functie oproepen. De functie gaat uit op het moment dat je een appje sluit. Dus als ik deze app sluit, dan gaat de vergroting uit. En als ik hier weer wil inzoomen, moet ik eerst weer de vergroting aanzetten. Dus het is een functie die elke keer even kort beschikbaar is. En bij het openen of sluiten van een app moet je weer opnieuw de zoomfunctie oproepen. De vergrotingsfunctie vergroot ook de plek waar u op het scherm tikt. Dus als ik rechtsbovenin de batterijindicator wil zien, tik ik daar in die hoek 3 keer op het scherm en zoomt hij gelijk in op dat stuk. Maar als ik juist linksboven het icoontje wil zien wat hier staat, tik ik daar 3 keer en zit ik gelijk dicht in de buurt van die knop. De volgende functie is een grote muiscursor. Dat is alleen handig als je een muis aan je telefoon hangt. En dat zal niet vaak gebeuren. Maar er zijn met wat kabeltjes mogelijkheden om een
gewone muis aan je telefoon te koppelen. Mocht u dat doen, kan u hier een grote muis in instellen. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om negatieve kleuren te gebruiken. Voor mensen die last hebben van licht en het wit van het scherm erg fel vinden, kan het fijn zijn om de kleuren om te draaien. Dan krijgen we een zwarte achtergrond met witte letters. Het is vaak fijn om dit snel aan of uit te kunnen zetten, omdat nu ook alle foto's in negatief zijn. Het verschilt heel erg per telefoon of het wel of niet mogelijk is om de negatieve kleurenfunctie snel aan of uit te zetten. Om bij deze specifieke telefoon de kleuren snel om te kunnen draaien, moet ik één stapje terug in het menu, zodat ik bij toegankelijkheid uitkom. Dan ga ik naar beneden naar rechtstreeks toegang en die moet ik dan aanzetten. En hieronder heb ik een keuze welke functie dan moet gebeuren als ik dat doe. In dit geval kies ik voor negatieve kleuren. En er staat hier, er zijn twee manieren om hem op te roepen. Ik gebruik nu drie keer de starttoets, dus onder het scherm 1, 2, 3. En dan heb ik normale kleuren en als ik dat weer doe 1, 2, 3, heb ik omgekeerde kleuren. Zo kan ik snel wisselen van kleur en als ik bijvoorbeeld een foto van iemand ontvang, kan ik makkelijk de kleuren weer normaal zetten, zodat ik geen negatief beeld krijg op de foto. Het kan dus zijn dat andere telefoons deze functie niet makkelijk of niet snel op te roepen is. Ja, wat het vaak lastig maakt om deze functie te gebruiken, want dan moet je of altijd negatief of altijd normale kleuren gebruiken. En als u dan een foto krijgt, ja, dan kan u alleen het negatief beeld bekijken. Kleurcorrectie kan aangezet worden voor kleurenblindheid tegen te gaan. Een aantal specifieke soorten kleurenblind staan hierin. En die kan dan de kleuren aanpassen zodat dat makkelijker te zien is. Dus in dit geval is dat rood-groen, groen-rood, blauw-geel en een gepersonaliseerde kleur. Dus als u last heeft van kleuren herkennen, kan u kijken of hier een instelling bij staat die dat voor u prettiger maakt. Met de gekleurde lens komt er een extra laag over het scherm die alles wat op het scherm staat meer van die kleur geeft. Dus in dit geval staat hij op blauw. En hoe verder ik dit schuifje naar rechts veeg, hoe blauwer het scherm wordt. En er zijn verschillende kleuren voor waar u van kan kiezen. Bijvoorbeeld als u zegt ik wil graag eigenlijk een wat warmere schermkleur, dan kan ik kiezen voor rood en dan wordt het scherm rooiger. Maar ik kan ook kiezen voor oranje of roze of geel. Een beetje vergelijkbaar met functies zoals een nachtstand of een nightshift. Deze functie werkt niet met omgekeerd contrast, het werkt alleen met normaal contrast. Er zijn nog een aantal andere functies beschikbaar, met name een voorleesfunctie. En ik zit nu in het scherm van toegankelijkheid. En als ik helemaal naar onder scroll, dan staat hier het woordje services. En daaronder staan drie mogelijkheden. Talkback, selecteer om uitgesproken te worden en toegang via schakelaar. Met name selecteer om uitgesproken te worden is interessant. Deze services staan op veel telefoons als standaard op de telefoon. Als die er niet opstaan, dan kan u die handmatig installeren. Daarvoor gaat u naar de Play Store en zoekt u naar Android toegankelijkheidstools. Als u die installeert, komt er niet een nieuw appje bij op uw telefoon, maar worden er extra functies toegevoegd in dat instellingenscherm bij toegankelijkheid en dan onder de categorie services. Dus op een telefoon waar dat niet staat, staat meestal bij services geen services geïnstalleerd. Als u dat appje dan via de Play Store binnenhaalt, dan heeft u wel deze drie functies. De talkback komen we later uitgebreider op terug. Maar nu ga ik even selecteer om uitgesproken laten zien. Ik zet deze functie aan. En dan komt er ergens in het scherm een tekstballonnetje tevoorschijn. In mijn geval staat die rechts onderin. En die kan ik verplaatsen als die in de weg staat. En bij nieuwere Android-telefoons die geen fysieke knoppen meer onder het scherm hebben, komt die helemaal rechts onderin in het scherm te staan onder een icoontje van een klein poppetje.
Nou, wat kan deze functie? Door eenmalig op dat spraakballonnetje te tikken, komt er een extra minuutje uit rechtsonderin die aangeeft alles wat ik nu aantik wordt voorgelezen. Dus ik tik op een stukje tekst. Wanneer selecteer om uitgesproken te worden is ingeschakeld, kun je op specifieke items op het scherm tikken om ze te laten voorlezen. Wanneer deze functie aan het voorlezen is, staat rechtsonderin hier ook deze rode knop. Daarmee kan u dan de functie laten stoppen. Normaal gesproken leest hij ongeveer één alinea voor op het scherm, maar soms kan hij ook een langer stuk voorlezen. En als u hem dan dus wil stoppen, dan drukt u op de knop rechtsonderin op het scherm. Wanneer selecteer om uitgesproken te worden is... Zodat hij niet het hele stuk tekst blijft doorlezen. Als u één keer op dat ballonnetje drukt en rechtsonderin staat die rode knop, dan staat er een driehoekig afspeelknopje, maar daarnaast staat een heel klein pijltje. En als ik daarop tik, dan krijg ik nog wat extra opties met een radartje. En als ik op dat radartje tik, krijg ik instellingen tekst naar spraak. En hier kan u de spraaksnelheid aanpassen en de toonhoogte van de stem. Dus als u wil dat hij wat langzamer of sneller spreekt, is dat hier in te stellen. Er staat ook zo'n mooie de voorkeursengine. Dat betekent van wie eigenlijk de spraak afkomt. In dit geval is dat van Google. Als ik bij de voorkeursengine, zoals we dat noemen, op dat radartje tik, dan heb ik hier het knopje spraakgegevens. Omdat die wat langer is, kan niet het hele woord erop, maar daar staat spraakgegevens installeren. Als ik daarop tik, kan ik extra talen toevoegen. Het kan zijn dat de apparaat standaard niet in het Nederlands kan spreken. Dan moet u hier handmatig in deze lijst op zoek gaan naar Nederlands. En dan kan je hier verschillende stemmen kiezen. In dit geval bij mij is die al gedownload en staat de stem er al op. Maar als je bijvoorbeeld ook in het Engels wil laten voorlezen, kan ik kiezen voor Engels Verenigde Koninkrijk. En dan op het kleine pijltje drukken om die stem te gaan downloaden zoals hij nu doet. En dan kan je ook in het Engels voor laten lezen. Hij kiest maar één stem die hier is ingesteld. Dus in dit geval, als ik terug ga, staat hij op taal, systeemtaal. De taal van het systeem is Nederlands, dus praat hij Nederlands. Hij verzint niet zelf welke taal die moet spreken. Dus als je een Engelse taal hebt, gaat hij niet automatisch over naar Engels. De enige manier om dat aan te passen is dat hier te doen. Dus snel wisselen is niet zo handig. Ja, gefeliciteerd. Je hebt weer het einde gehaald van het filmpje. Je voelt je zeker nu een stuk slimmer nu je dit filmpje hebt gekeken. Voor meer, ga vooral naar de website van Koninklijke Visio, www.visio.org en kennisportaal.visio.org voor meer van dit soort instructiefilmpjes, informatie en handige tips. Als je dit filmpje op YouTube bekijkt, vergeet dan vooral niet een like te geven.